analyse van deze wedstrijd. DVS 33, Harkemaanse Boys, Henk Herder en Bert van Hunestein, beide trainers. Henk, wat zijn zo jouw eerste gedachten na zo'n wedstrijd? Nou, de eerste gedachte is dat wij een redelijke eerste helft gespeeld hebben. Vooral de eerste 25 minuten. We maken een mooie goal door onze spits. Dan krijg je het wel wat moeilijker. DVS die moet natuurlijk, hè, die spelen thuis. Ja, in de tweede helft wilden we toch wel naar voren gaan. Maar de laatste twee wedstrijden hebben wij heel slimmiddig in de laatste minuut verloren. Ja, ik bespeurde toch wat in de groep dat we redelijk naar achteren liepen. Ja, dan krijg je veel lange ballen en dan was het overleven. Nou ja, soms moet je een beetje geluk mee hebben. Ik moet zeggen dat DVS de tweede helft ook wel wat meer verdiend had. Maar goed, net wat ik zeg. Soms moet je geluk een beetje mee hebben, hadden we de tweede helft. En we zijn er zeer blij mee. Je bracht, Bert, je ploeg in die eerste helft, nou, die bracht zichzelf eigenlijk in moeilijkheden. En dan ben je toch weer verplicht om een stormloop te organiseren. Die leidde tot ongelooflijk veel kansen en misschien ook al wat pechmomenten. Ja, in de eerste helft, zij ontwikkelen even wat druk met al die inworpen en een cornerbal. Dus daarna moet je de baas worden in het veld. En ik vond dat we te veel jongens hadden die de bal niet wouden hebben. En daardoor voelden we niet goed door de linies heen. Op de tweede bal zaten we niet goed wat dat betreft, dus er ging veel fout. Goed, op een gegeven moment een omzetting gedaan, toen konden we wat meer druk naar voren ontwikkelen op de centrale verdedigers van Harkema wat dat betreft. Goed, uit een van die kansen moet je een doelpunt maken. Nou, tweede helft dubbele wissel toegepast. Ja, en feitelijk is de tweede helft maar één ploeg die bezig is geweest om een overwinning binnen te slepen natuurlijk. Harkema terecht die 1-0 verdedigen en wij ontzettend veel kansen ontwikkeld. Ja, daarvan moeten natuurlijk minimaal 1 of 2 in. Bijna vergelijkbaar met verleden week. Ook weer achterstand. En tweede helft heel dominant voetbal van DVS. En toch lege handen. Nee, helemaal waar. Maar goed, iedereen die de wedstrijd heeft gezien. En ik denk dat alleen op basis van de tweede helft, de kansenfestival, daar wordt al een mooie samenvatting van gemaakt. Maar uiteindelijk sta je met lege handen. En het is onbegrijpelijk hoe die bal er niet in kon gaan. Het verdienste van Harkema dat ze ervoor zijn blijven knokken. Maar het factor geluk die ontbrak bij ons wel degelijk vandaag. Ja. Bestaat geluk? Ja, ze zeggen altijd je moet het afdwingen en de ene keer wel, de andere keer niet. Hè. Wij stonden vorige week tegen Quick Boys, stonden de laatste 10 seconden of de laatste 20 seconden nog 2-2. En dan krijg je hem op een hele slimmelige manier krijg je hem tegen. Maar dan vind ik ook dat er te weinig druk op de bal is. En het is zoals het is nu. Het zit ons ook wel eens tegen en nu zat het ons mee. Ja, het zat jullie bijvoorbeeld de afgelopen twee wedstrijden tegen Capelle en tegen Quick Boys behoorlijk tegen. En nu neem je hem heel slimielig lekker mee, die 3 punten. Ja, natuurlijk. Je weet ook, hè. Je weet ook dat DVS een goede ploeg is, een goede voetballende ploeg. Nou, we kregen vorige week tegen Quick Boys 2 rode kaarten. Hè. Dat moet je dan ook weer oplossen. Nou, vooral onze linksback had ook al een hele tijd niet gevoetbald. Die staat er dan ook voor het eerst in. Kon de wedstrijd niet volhouden, net zoals onze linksbuiten. Nou ja, en dan heb ik toch wel als pluspunt dat ze gewoon gigantisch geknokt hebben met elkaar. En gelukkig met een overwinning. Komende week op de training trekkertje overhalen. Dat is een heel leuk spelletje. Bert? Ja, maar goed, dat doen we regelmatig. Het gaat erom dat je binnen een wedstrijd de juiste keuzes maakt. En er is geen één speler die expres een bal mist. Soms is het ook gewoon een gebrek aan kwaliteit op dat moment. Dus wat je daar ook op traint. Soms is het vertrouwen bij een speler. Maar goed, je staat er in het veld, je moet je werk doen. En je mag van jezelf best wel wat meer vragen en eisen in zo'n situatie. Maar goed, we hebben nogmaals ook in de tweede helft volledig gas gegeven. En het is eigenlijk heel raar dat wij in ieder geval niet tot een doelpunt zijn gekomen. Volgende week ASWA. Ja, dat klopt. Dus eerst nu de boel bij elkaar vegen natuurlijk, zoals dat heet. En de goede dingen blijven doen. De groep is ook kritisch op zichzelf. Ik ben kritisch op mezelf, dus hier komen we wel weer goed uit. Oké, volgende week jullie, Henk. Jong Volendam thuis. Je zit weer met een kater, die heeft dik verloren van Jong Twente. Geen idee. Nee, ik heb geen idee wat er gebeurd is. Maar zijn er weer wat jongens terug. En dan, we gaan eerst weer lekker trainen. Net na de wedstrijd, dus daar volgende week maandag dan gaan we daar wel weer... op in. Succes komende seizoen. Ja, dankjewel. Okay, bedankt, Bert. Graag gedaan. Jij bedankt.